Met mijn project heb ik antwoord willen bieden op de vraag: hoe kan het mijnverzakkingsgebied van Leuthen-Meeswijk ruimtelijk systemisch bijdragen aan de droogteoplossingen van Vlaanderen door de pompen uit te schakelen? We bevinden ons in de grensmaasvallei tussen de Rijksweg en de Maas en dan ook de koolmijngeschiedenis van IJssel. En hier is eigenlijk een landschap van verzakkingen opgetreden, omdat bij het sluiten van de mijnen de mijngangen ingestort zijn, wat een opwaartse druk resulteerde en verzakkingen. Een opwaartse druk van het grondwater, waardoor Leuthen en Meeswijk onder water kwamen. Om die dorpen bewoonbaar te houden en droog te houden, hebben ze eigenlijk nog altijd een bemaling die bestaat uit miljoenen kubieke meters, waarvan slechts 40% door de grondwaterwinning gebeurt door Watergroep. En mijn project bestaat er eigenlijk in om die 40% van watergroepen door te laten zetten, maar die andere 60% van de bemalingen, wat ook particuliere landbouwbedrijven betrekken, die stop te zetten.